Het is echt een geweldig welkom hier met vuurwerk, een fanfare en de priester met misdienaars die ons komen ophalen voor de mis. Die huisjes die ze hier hebben, die zijn exact hetzelfde gebouwd als de huisjes waar mijn moeder geboren en getogen is. En straks dan mag ik er een van binnen bekijken. Ik ben even buiten adem. En dat is heel interessant, want ze had het er altijd over hoe haar familie met 9 kinderen in zo'n huisje hebben gewoond. Bij die mensen is het. Kaka. Mama. Mama. Van de mama. Ze is zelf Jongen. Het is kleiner dan ik dacht. Maar het is wel exact. Hier wordt gestookt en hier wordt ook eten klaargemaakt. En de warme lucht gaat hieronder en dan is dit warm om te slapen. Ja, het is. Oh, moet zien, kijk wat Jan. Tuurlijk, ja, hij is het. Ik veronderstel dat ze bij mijn ouders, of bij mijn moeders ouders, mijn grootouders, dat zij ook al die plaatjes aan de muur hebben hangen. Ze wil graag dat je een foto van ons beiden maakt. Ja, van ons beiden. Mijn vader is een idealistische man die toen hij ook priester wilde worden
al heel snel koos voor de missie in China, naar China. En is ingetreden bij de missionarissen van Scheut. Is in China terechtgekomen en heeft... Maar hij heeft mijn moeder leren kennen en mijn moeder voelde zich gevleid door de aandacht die hij aan haar schonk. En zij was natuurlijk een schoonheid. En hij was head over heels, smoor verliefd op haar en is dat tot aan zijn dood gebleven. Hier is het dus ook voor jou begonnen in zekere zin. Ik denk dat ik hier verwekt ben, ja. Ja, ik ben op mijn, niet op mijn geboortegrond, want dat was in Shanghai. Maar dat speelt wel de hele tijd in mijn hoofd. Dat hier de grote liefde van mijn vader, zijn grote liefde heeft gevonden. En mijn moeder gaandeweg wel van mijn vader is gaan houden. Altijd leuk van die drukke stad. De bisschop van Hohhot heeft in zijn archieven gekeken en hij vertelde ons dat hij misschien een spoor heeft gevonden van mijn opa. Misschien zelfs een fotootje van de tijd dat hij hier in deze plaats missionaris was. Ik ben ontzettend benieuwd. Wat is dit voor boek, man? Ja, hier staan alle foto's in van priesters die hier, missionarissen die hier geweest zijn. En misschien staat hij hierin. Ik heb dat gezien in het boek van Snijders. Kijk hoor. Ah, daar is hij. Dat is hem? Ja, ja. Maar ik herken hem niet hoor. Nee? Nee, heel anders. Vertel eens hoe hij eruit ziet. Ja, jong natuurlijk, met een lange baard. Een lange baard, maar voor de rest herken ik hem niet. I don't recognize him. Dit is hem, hè? Nature like this. Oh, yeah. Find something about because of, that's why we. Yes.